Even in, het hele land ligt in lockdown. Het heeft nu al 100 miljard gekost, hè, in een paar weken tijd. Mm-hmm. Omdat Rutte bang is dat mensen allemaal met de trein gaan. Dan is toch een hele simpele gedachte. Zorg dan dat ze niet met de trein gaan. Nee, maar dan ga je, ervan uit dat er een toekomst komt waarin we altijd dus dit hebben. Dus dan de hele trein eruit halen vanwege één epidemie. Nou ja, maar het is wel... Het misschien is, tijdelijk, oké, okay, maar, nee, maar helemaal weghalen. Nee, maar dit is wel het verschil tussen hoe ondernemers bijvoorbeeld naar dingen kijken en hoe politici naar dingen kijken. Voor politici is alles een probleem wat ze risk management moeten managen. Rutte heeft natuurlijk die ondernemers een klein beetje gepiepeld door ze allemaal heel braaf protocolletjes te laten maken. He, dus al die brancheverenigingen, aangevuurd of VNO-NCW, zijn allemaal gaan nadenken. Hoe kunnen wij onze bedrijfstak zo inrichten dat we 1,5 meter kunnen faciliteren? Dus die hebben allemaal slimme dingen bedacht. Je hebt nu al, ik geloof dat het hier in Amsterdam is, een restaurant waar je in kleine kastjes kan eten. Dus die mensen zitten allemaal in zo'n klein broeikastje met z'n tweeën. Nou ja, de grappigste dingen komen voorbij. Want ondernemers zijn heel creatief, die verzinnen oplossingen. En die hebben dus niet alleen die protocollen bedacht, maar zijn ook daadwerkelijk aan de verbouwingen begonnen. Hè? Dus ik sprak zo'n sportschoolondernemer, die heeft 3 grote sportscholen. Die is al helemaal zijn sportscholen aan het verbouwen geweest, in de veronderstelling dat hij dus open mocht. En als dan vervolgens die persconferentie er is, waar Van Dissel inderdaad het woord voert, en er gewoon helemaal niet wordt gerept over de economie, de horeca en de protocollen, dan ben je dus gewoon genaaid. Ja. En dan moet je denk ik dezelfde route lopen die de ouders van schoolgaande kinderen hebben gelopen. Dus het advies was toen ook al, kinderen kunnen gewoon naar school. Maar daarvan zei Rutte ook, we leven hier ook in een democratie. De ouders en de leraren accepteerden dat niet, dus heb ik de scholen dichtgegooid. Nou, zo leven wij ook in een democratie. Als die horecaondernemers zeggen, joh, ik heb een strandtent of ik heb een groot restaurant, ik kan het gewoon zo inrichten en ik heb dat allemaal uitgetekend. Dan moeten we al het schip keren. Dus dan moeten die horecaondernemers met elkaar zeggen, wij gaan gewoon open. Maar kan dat met 1,5 meter afstand, denk je? Bij sommigen wel en bij sommigen niet. Dat is toch ook lullig? Waarom de strandtenten nu niet open zijn, is natuurlijk absurd. Wat natuurlijk heel belangrijk is, Rutte zegt steeds terecht, we sturen in de mist, we sturen op zicht, we kunnen niet langer dan een week vooruitkijken. Al dat soort metaforen. De brand blussen met een blinddoek voor en al dat soort termen. Ja, prachtige vergelijking. Prachtig, ja. prachtig. En ook waar, want je zou maar minister-president zijn, dit op je af zien komen, geen enkele wetenschapper weet nog iets, dus, en dan moet jij een besluit nemen, wetende dat half Nederland je waarschijnlijk uitkost. Nou goed, maar inmiddels zijn we 8 weken verder en inmiddels is er heel veel data. Weten we dus veel meer, zowel over hoe het virus zich gedraagt in de ziekenhuizen, als dat het vooral oude mensen treft. We weten heel veel meer, we sturen niet meer helemaal in de mist. Plus, we hebben dus 8 weken de tijd gehad om, van de week zat in die technische briefing in de Tweede Kamer, die inkoopdirecteur van het AMC, die is nu de inkoopdirecteur Nederland geworden. En die man die zegt, joh, de inkoop is mijn vak, ik regel die shit. Er zijn 150 miljoen mondkapjes onderweg. Maak je geen zorgen, die vliegtuigen landen 2 keer per dag een vliegtuig met mondkapjes. Ik heb dat onder controle. Dus inmiddels hebben we ons goed kunnen voorbereiden. Zijn die IC's uitgebreid, zijn die beademingsapparaten binnen. We sturen niet meer in de mist, we hebben meer data. En nu moet het voor Rutte ook. Nu moet hij uit zijn. Hij liep in die tunnel als zo'n marmortje op weg naar de uitgang. Maar nu moet iemand even zeggen, oh, we pakken je even op. En we zetten je even hier. Kijk, je kan ook die kant op. En dat lijkt hij niet meer te zien. En dat is niet verwonderlijk. Dat heeft, het OMT heeft vorige week in een briefing, die wekelijkse briefing van het. Ja. Ik vergeet altijd waar de afkorting voor staat. Het OMT, Outbreak Management Team, ja, ik weet niet waarom. Maar die stond ergens op een van de latere pagina's, bijna verstopt in een alinea, het verzoek om niet meer alleen te leunen op dat clubje met alleen maar die medici en die zorgmensen. Nee, dat een beetje bij breder te gaan doen, economisch te gaan doen, sociologisch, psychologisch misschien wel. Maar er spelen hier allerlei psychologische processen. De commitment bias bijvoorbeeld. Je hebt al zoveel geïnvesteerd in dit pad. Dan is het heel moeilijk. Als jij heel erg gelooft in livestream via internet. Yeah. En iedereen ziet al dat het niet werkt. Maar jij hebt hier 7 camera's staan en allemaal mensen. Weet ik veel. Heel moeilijk om dan te zeggen, oh, we gaan toch die kant op. Maar je hebt ook een normalcy bias. Dus je ziet vaak als er ineens een crisissituatie is, blijven mensen toch doen wat ze deden. Hè? Er is een kernbom gevallen en mensen gaan toch hun hondje uitlaten. Dat je denkt, ben je helemaal gek. Dat zijn gewoon psychologische processen. Maar iemand moet Rutte nu even bij zijn kladden pakken en zeggen, joh, heel begrijpelijk wat je allemaal hebt gedaan. Ook niet verkeerd. Waarschijnlijk had niemand het beter kunnen doen. Maar nu even andere afslag. Maar ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar om
bij zo'n briefing te zitten, bij een onderzoek, wat te vertellen. Met misschien aansluiten bij een politieke... Dat hoorde ik Ramzi Nasser ook vragen in Buitenhof. Ik wil niet ook een programma worden waar ook weer iemand uit een andere hoek hetzelfde... Nee. Maar kijk, één ding. Ik ga nooit in de politiek. Dat wordt mij heel vaak gevraagd. Ik ben ook door verschillende partijen gepolst in het verleden. Ook nog in het recente verleden. Ik ga dat nooit doen. Maar zo'n column op afstand en dat mensen dat oppakken... dat vind je wel fijn dat er met je ideeën wat gebeurt. Maar dat... ik ben wel bijvoorbeeld al een keer in de Tweede Kamer geweest... in zo'n ronde tafelgesprek om ze uit te leggen... hoe je het mutsenparadijs zou kunnen oplossen. Dus ik ben met alle vormen van plezier altijd beschikbaar om advies te geven... en mensen te helpen de andere kant op kijken. Dat is wat ik ook met bedrijven doe. Hè. Die zijn dan heel erg ook in een pad aan het lopen... En dan stel ik gewoon een paar vragen van... goh, waarom loop je nou dit pad en niet dat pad? En simpelweg de vragen stellen... ja, geeft vaak ook... ik zit bij raden van bestuur of directie van bedrijven... die zitten ook de hele dag in hun tunnelvisietje... hun dingetjes te doen. En als je ze dan 3 vragen stelt... dan is het al vaak alsof je de deken eraf trekt... van wow, er zijn nog heel veel meer mogelijkheden. Met alle liefde doe ik dat. En dat doe ik ook in mijn columns. Want er wordt echt naar mij geluisterd. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Nou, hoor, dat ik zit niet in het luchtledige te schrijven, gelukkig.